Goedemiddag. Vandaag is zondag. Het is 4 uur. Het is warm en het sneeuwt niet. Vandaag zal ik weer met jullie in de vreemde taal praten. Nu spreek ik Nederlands. Mijn naam is Sergei. Ik ben 19 jaar oud. Ik ben student, maar ik werk niet. Mijn gezin is klein. Ik woon in Jekaterinburg met mijn moeder. Jullie natuurlijk weten dat onze stad is niet hoofdstad van Rusland, maar is groot. Mijn moeder is 47 jaar oud. Ze werkt graag. Mijn moeder werkt bij computer. Helaas heb ik geen vader, omdat mijn vader stierf 2 jaar geleden. Hij had kanker. Maar mijn vaders moeder, mijn grootmoeder, leeft en werkt. Maar helaas, mijn grootmoeder woont niet bij ons. Ze woont bij haar tweede zoon, bij mijn oom. Mijn oom heeft het groot gezin, de vrouw, een zoon en een dochter. Dochters naam is Daria. Zij is 9 jaar oud. En zij gaat naar school. Daria's broers naam is Matvey. Hij is klein. Matvey is 3 jaar oud. Tot ziens.